aanslag in Parijs lijkt op een lone wolf. Is dat, moet Nederland zich daar ook zorgen over maken? Het is in ieder geval afschuwelijk wat er gebeurd is in Parijs. En ook echt mijn deelneming aan de nabestaanden. Het illustreert nog een keer dat de dreiging van terrorisme reëel is. Dat weten we ook in Nederland. Het is geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Maar we zijn heel alert. Ja. Met het oog op bijvoorbeeld Koningsdag. Dat zijn toch situaties waar je extra scherp moet opletten, lijkt mij. We zijn heel alert. We zijn extra alert daar waar heel veel mensen bij elkaar zijn. Onze diensten houden dreigingen zorgvuldig in de gaten. We staan echt op scherp. En, zo'n verschrikkelijke gebeurtenis als in Parijs geeft nog eens een keer aan hoe belangrijk dat helaas is. Het komt net voor de verkiezingen in Frankrijk. Het belangrijkste is bij terreur om je niet te laten intimideren. Want men wil angst creëren. En ik hoop dat iedereen gewoon zijn eigen democratische keus kan maken in Frankrijk. Maar in ieder geval vinden wij het natuurlijk ook verschrikkelijk en leven we mee met het slachtoffer en de nabestaanden.